Dames en heren, we zijn weer geschorst. Er is al ongeveer een kwartier gesproken over of we moeten schorsen, hoe lang we moeten schorsen. Het is een beetje een chaos, maar goed, dat zijn we hier een beetje wel gewend in de gemeenteraad van Velsen. Ik heb iemand aan mijn desk, geen raadslid, nee. Ook geen inwoner van Velsen Noord, want er zijn er ook een heleboel van op de publieke tribune. Maar jij bent Thomas Jak van NH Nieuws. NH Nieuws, ook verbonden aan Seaport sinds januari, ingezet in de samenwerking tussen de twee. Mooi. Voornamelijk hou ik me bezig met Velsen Noord. Nou ja, de bus kwam uit Velsen Noord en dus ben ik meegekomen. Ja, ja. Jij bent vanavond opgestapt in de bus in Velsen Noord. Of uiteindelijk, vertel even wat je een beetje hebt geproefd en wat je hebt gehoord. Ja, vanavond kwamen dus Velsen Noorders bijeen in het centrum van Velsen Noord om met de bus met z'n allen hier vanavond heen te komen. Want belangrijke beslissing. En zoals je misschien ook hoort van de publieke tribune, er is veel emotie bij. Dus elke keer als er iets... Ja, als er een vraag gesteld wordt die ze niet aanstaat, dan hoor je een beetje gemurmel. En als ze wel aanstaat, dan hoor je een klein beetje applaus. De voorzitter heeft al een paar keer natuurlijk gevraagd van hou dat eigenlijk achterwege. Maar dat kunnen of willen ze misschien niet. Hey. En dat proefde hij ook al eerder vanavond toen ik daar dus stond en vroeg van waarom willen jullie heen? Want je mag dit ook niet zoveel zeggen of doen. Nee. Maar ze wilden er toch nu bij zijn om te laten zien van dit is een belangrijke beslissing. We willen dat die nu dat de kogel door de kerk gaat. Ja, maar het is de vraag of ze nu nog zo blij zijn met hoe de vergadering nu verloopt. Nee. Nu helemaal niet, want ja, misschien gaat het pas maandag, misschien zelfs donderdag pas door, werd net gezegd. Dus ja, precies. Het is in ieder geval sowieso heel erg uitgelopen. We zijn nu pas eindelijk bij die schorsing aanbeland die een half uur zou duren. Ja. Maar van nu gezegd is dat moet maar in een 10 minuten kwartiertje. Ja, dat is ook in 10 minuten kwartier is daar vanaf gegaan om te bespreken dat het 10 minuten kwartier wordt. Ja, en ik zal je, en ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat het alsnog een half uur wordt. Ja, okay. Want zo gaat het hier gewoon. Ja. Dus ik betwijfel of het een verstandige beslissing is, want als je inderdaad al die amendementen emoties moet gaan doorlopen, wordt het dan wordt het zo 1 uur, 2 uur. Ja, dus, precies. Maar goed, eventjes terug naar eerder op de avond. Maar, en misschien ook wel, jij volgt al, zoals je al zei, jij volgt eigenlijk de ontwikkelingen in Velsen Noord. Ja. Hoe ben jij, de uitkomst van de peiling die er is geweest? Hè? Verraste je dat of had je dat eigenlijk wel verwacht? Nou, hij was natuurlijk 60-40 zo'n beetje. Natuurlijk hebben maar 30% van de mensen heeft hem maar ingevuld. Ja, en ik had ook van tevoren echt zo'n idee, het kan een beetje 50-50 zijn, want je hoort echt heel erg de ene helft zeggen, die ervaring had ik, van ja, 1 maart is 1 maart, dat is gewoon de afspraak. En er is zo'n serie aan afspraken geweest waar de gemeente zich niet aan gehouden heeft, dat dit gewoon belangrijk was voor mensen. Maar anderen zeiden natuurlijk ook van ja, wat de heer Duin vandaag ook insprak, hij ligt er nu, het gaat goed, je kan het ook benutten, je kan het ook als kans zien. Ik dacht 50-50 is het ongeveer. En dat bleek wel ook ongeveer. Maar dan moet je me invullen. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, het is inderdaad, je ziet ook zo'n vergadering als vanavond weer, hoe verschillend de meningen daarover zijn. Ja. Logisch ook. Ja, precies. Want hoe kijk jij tegen de vergadering aan zoals die tot nu toe verloopt? Ja, ik vind het wel grappig om te zien dat ook met de bus meegekomen, zou ik maar zeggen, dat dit zijn mensen die niet vaak bij een vergadering zijn. Nee. Het gaat natuurlijk wat traag en wat formeel. En dat hoort misschien ook wel, dat is ook deel misschien van hoe zo'n besluitvorming moet gaan. Je moet wel overwogen gaan. Een beetje ongeduld. Ik word ook een beetje ongeduldig, maar dat snap ik wel. Ja. Ondanks dat ik ook vind natuurlijk, met de nieuwe informatie moet je natuurlijk... En het is niet niks, het gaat ook om 1000 mensen. Ja. En om een dorp, dus 6000 mensen. Ja.